ben er. We wachten nog heel even op de drie laatste mensen die er nog in moeten. En dan beginnen we zo meteen. Gaby, mijn naam is nog niet genoemd. Oh, Carla Jansen. Vincent. Wij zijn er ook. Annette Engwerda. Ik weet niet. Ja. Ja? Oké. Okay. Ellen Bikker. Ik zie wel een embleempje. Is Ellen Bikker er al? Zou je ja willen zeggen? Rechtsbovenin is een microfoon. Daar moet je even op drukken en dan kunt u ja zeggen. Nou, ik ga ervan uit dat ze het wel door heeft, want haar embleempje is erbij. Dus dan gaan we nu beginnen. Nou, goedenavond. Welkom bij de Oude Avond. Nou, we hebben vandaag op de planning, we gaan beginnen met een kleine presentatie over wat Cosmo nou inhoudt en wat we doen op Cosmo. Daarna doen we een kleine praktische praktijk oefening, dan gaan we even met ballonnen wat doen. En op het laatste moment hebben we nog een klein filmpje om een beetje te laten zien hoe de opleiding eruit ziet en zo. Dan zal ik even de presentatie openen. Maar wat ik nog wil vragen is of iedereen de microfoon uit zou willen doen en de camera aan. Nou, dan verwelkom jullie bij Cosmo Academy. We gaan vandaag even wat vertellen over waar je denk je aan bij de Cosmo Academy. Wat is Cosmo Academy? Wat voor vakken hebben we in deze opleiding? De rode draad. De periodes. Stereo. Stage. En wat kun je nou eigenlijk met Cosmo in de toekomst? Hij doet het niet. Oh ja. We hebben de rode draad. Rode draad staat alles in wat wij moeten weten over Cosmo Academy. Dus daar hoe je verlof moet vragen, wat we gaan doen, wanneer de stages zijn, welke periode eindigt, wanneer we de herkansing hebben, wanneer we welke toetsen hebben. Alles staat in de rode draad. En er is echt nog veel meer. Alles wat erin staat, alles wat je moet weten staat in de rode draad. Als daar nog vragen over zijn, kun je altijd de leerling zelf vragen, dus of uw zoon of dochter, en daar staat alles in, die kan het ook doorsturen. Dus Jasper? Ja? Je PowerPoint is niet gedeeld. Echt niet? Nee. Oh, excuses alweer. Nou ja, dan doen we nu de Chris quiz. Dus dan gaat Chris voor ons doen, dus Chris, ga je gang. Zal hem even. Nou, welkom iedereen bij de Chris quiz. Zo heb ik het maar even genoemd. Oké, dus dan wil ik iedereen even vragen om een papiertje te pakken dat is meegegeven vandaag. Dus dat heeft een rode kant en een groene kant. Dan gaan we beginnen. Ja, dat is weer niet waar, dus rood. Het is alleen Carla. Het is heel gezellig die les altijd. Nou, ik hoop dat iedereen deze quiz heel leuk vond. Niet al te makkelijk was. En dan geef ik nou graag het woord aan Gaby, Sterre en Esmee, want jullie krijgen nu een ballonnenworkshop. Nou, hoi allemaal. Dit is de workshop ballonnen modelleren. Als het goed is, heeft iedereen een pomp en een paar ballonnen. Die kun je erbij pakken, want we gaan vandaag een hondje maken. Sterre gaat jullie stap voor stap meenemen hoe we die gaan maken. En ik, Gaby en Esmee gaan het voordoen. Dus Sterre, ga je gang maar. Kunnen we beginnen? Kunnen we van start gaan? Als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. Omdat wij gaan vouwen, dan gaat de lucht, wordt het verspreid. Maak je ook weer twee balletjes voor de beentjes. En dan draai je die weer zo om elkaar heen. En als het goed is, heb je dan een hondje. En dan... Oh. Yes, Michiel heeft hem ook.
En dan kan je bij het staartje kan je nog, heb ik hier, uiteindelijk kan je hier doordrukken. En dan kan je er nog een klein balletje aan maken. En dan kan je hem nog even zo leuk beetje draaien. En dan kan je er nog een leuk knakje, een draaitje in maken. En dan heb je zo'n heel leuk schattig hondje. En dit kan je dan bijvoorbeeld gebruiken als versiering. Bij een workshop bij kleine kindjes. En dan is het gewoon heel leuk als versiering. Of gewoon op straat mee te geven. Is iemand nog ergens blijven haken? Die mag dan wel even de microfoon aanzetten en dan kan ik nog even helpen. Ik ben bij het begin blijven haken. Oh, goed zo, mama. En Lien dan? Ze rollen steeds terug. Ja, Lien die komt best ver. Ze gaan straks even dooroefenen. Ja. Top. Nog meer mensen die bij het begin zijn blijven haken? Of ergens anders? Nou, volgens mij hebben we dan allemaal een hondje gemaakt. Het eindresultaat allemaal even in beeld houden. Kan ik even zien hoe mooi ze zijn geworden. Ik vind ze prachtig geworden. Allemaal. Zelfs die van mijn moeder. Goed zo, mama. De familie Dalma heeft hele grote staten, zie ik wel. Ja, dus. Nou, volgens mij zijn we dan aan het einde gekomen. Nou, dit was ons workshop ballonnen modelleren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan kunnen jullie allemaal genieten van jullie mooie hondje thuis. Dan gaan we nu verder met de volgende workshop. Hallo iedereen. Ik geef de workshop video's samen met Lisanne en Sterre. Nou ja, ten eerste wil ik even zeggen, nou hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Nou, mijn naam is Roos Meijer. Jullie hebben vast al vragen over hoe wij het nu aanpakken met de coronamaatregelen. Hoe wij nu een beetje school leiden. Vandaar hebben wij even een video gemaakt met een kleine rondleiding om een beetje te laten zien hoe wij het nu een beetje wat doen met de coronamaatregelen. Ik zal hem even erbij halen. Hallo allemaal, vandaag gaan wij jullie een rondleiding geven op de Cosmo Academie. Zoals je ziet sta ik daar in beeld te praten, maar hoor je me niet, dus praat ik er even overheen. Wij moeten, als we de school binnengaan, moeten wij een mondkapje op en bij de ingang moeten wij onze handen desinfecteren. En daar liggen ook mondkapjes als je zelf geen mondkapje op hebt. En voor opletters kunt u achterin zien dat er wordt geteld hoeveel mensen er in school zijn. Alle richtingen zijn op grond aangegeven met pijlen en Cosmo is op oost en west. Nu zijn we bij het oostgedeelte van Cosmo en ook hier kun je weer je handen desinfecteren. We zijn nu bij kantine Oost. Daar mag je mondkapje weer af, want dit gebruiken wij als klaslokaal. Vanwege de coronaregels wordt kantine Oost nu als klaslokaal gebruikt omdat er anders niet genoeg ruimte is. Dit is klas 1B. Dan is nu de beurt aan de Lisanne. Ja, sorry, ik wil gewoon wel even niet meewerken. Maar ik ga jullie nu een film laten zien van onze studio's. Thank you.
onze ouderavond. Heel erg bedankt voor het komen en voor het luisteren. En als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen. En dan zullen wij proberen om die zo goed mogelijk te antwoorden. En dan kunt u uw handje bovenin het scherm, vlak naast het icoontje van de camera staat een handje. En als u een vraag heeft, dan kunt u uw hand opsteken. En dan geef ik u de beurt en dan kunt u een vraag stellen. U mag het zeggen, mevrouw Visser. Foutje, sorry. Ik heb even een vraagje over die leuke beelden die voorbij kwamen van de survivalen en naar het Zuiderzeepark. Kunnen jullie die nog delen? Vooral die van het survivor, dat vind ik wel erg leuk. Lisanne, kan jij die delen? Ja, die kunnen wel gedeeld worden. Zijn er voor de rest ook nog mensen met andere vragen die nog niet zijn beantwoord? Ja. Hoe vonden jullie om dit te doen? Op deze manier? Wij waren in eerste instantie voorbereid om het gewoon echt op school te doen. Maar we hebben 3 weken van tevoren hebben we te horen gekregen dat het online moest. En hebben we een week extra gekregen om alles voorbereiden. En met al die voorbereidingen denk ik dat wij het zo goed hebben gedaan. Als ik dan voor mezelf mag spreken. En ik denk dat de rest van mijn groepje het daarmee eens is. Nou, ik vond ook dat jullie het wel goed gedaan hebben, hoor. Het is best wel lastig natuurlijk, hè, om het op deze manier te doen. Dus mijn complimenten voor jullie presentatie. Dank u wel. Mevrouw Kiewiet, u heeft nog een vraag, zag ik. U heeft uw microfoon uit, dus ik kan uw vraag niet horen. Mijn excuses. Ik moet er ook nog heel erg aan wennen aan het online gebeuren. Dus ik wou jullie even inderdaad allemaal even een compliment geven. Nou, hoe knap jullie dit in elkaar hebben gezet. En ik vond het ook gewoon heel variërend. En die workshops en die filmpjes, dat maakt het ook allemaal heel sprekend. Dus dat wou ik even kwijt. Dus een compliment. Dank u wel. Waren dat alle vragen? Ik zie dat de ouders van Michiel nog een vraag hebben. Ja, hallo. Komt er ook nog een informatie over de stage? Ja, dat krijgen wij zelf ook later in het jaar wat meer precies over te horen. Dus ik denk dat als Michiel daar meer van weet, dat Michiel dat wel tegen jullie zegt thuis. Daar gaan we dan nog vanuit. Dankjewel. Mijn naam is Rihanna. Ik heb ook meegekregen dat voor de ouders ook nog een speciale stagevoorlichting eind januari, begin februari wordt georganiseerd. En dan is het echt alleen over de stage. Nou, waren dat alle vragen? Dan wil ik u heel erg bedanken voor het komen naar onze ouderavond. En dan mag u nu uit de vergadering gaan. Bedankt. Hasta la vista. Dankjewel. Dag. Hoi.